Ik heb een pakje speelkaarten meegenomen. En zou jij die kaarten even willen pakken? Een beetje door elkaar willen schudden? Shuffle, shuffle. Dat het zo goed kan. Dat het zeker goed kan. Als je klaar bent met schudden, dan ga je er doorheen. Dan pak je een willekeurige kaart. Dan geef je hem door. En zo selecteren jullie alle vier een speelkaart uit het spel. Nog niet spieken? Nu mag jij ook een kaart selecteren. Ik heb het niet gezien. Check. Maakt dit ook zo spannend. Oké, yes. Ja, gaat hem doen. Tevreden mee. En jij zoekt ook een kaart uit welke je wilt. Nu hebben jullie alle vier een speelkaart geselecteerd. Ja, yes. Ik kan onmogelijk weten welke kaart jullie hebben, toch? Ja. Yes. Ik wil voor deze illusie jullie speelkaart één voor één op bijzondere wijze proberen te gaan achterhalen. Ik begin met jou. En daarvoor pak ik mijn glas er weer even bij. Let op, ik ga het volgende proberen. Kan je er doorheen kijken, ja? Ja. Oké, denk aan je kaart. Hey, man. Ga weg, man. Nee. Wat was jouw kaart? Pak hem voor het eerst erbij. Wat? De harte 7. Hey, alsjeblieft. Ik zit te denken van... Oké, luister, de volgende. We hebben net iets met het glas geprobeerd. Nu ga ik met de wikkel... ook iets proberen. Ik pak de wikkel van de champagnekurk. Check it out. What the fuck? Bro, die man doet... Is jouw kaart een... ruiten? 7. Dit soort dingen bedenk ik. Dit laat mij dus schreeuwen en dat soort dingen. Wat heb je dus? Ruiten 7. Jouw kaart. Nee, man. 7 ruiten. Nee, dit is abnormaal. Nee, maar dit is geen goocheltruc meer, man. Dit is haaien, man. Dit snap ik echt niet. We gaan door, want ook jij hebt een kaart in je zak zitten. Maar we gaan eerst even naar jou. Yes. Pak jij jouw kaart er eens bij? Dus ik kan hem gewoon... Je mag hem nu vertellen. Ik heb een 3. Oké, een 3 harten. Een 3 harten, ja. Ik ga deze harten 3 dan op bijzondere wijze onthullen. En dat ga ik proberen via jullie cd-hoesje. Hier gaan we. Check it out. Hij is gedrukt. Hij is gewoon direct gek, broer. Nee, ik kan niet. Dit is ajuk, man. Broer, ik zie hem zo doen. Ik kijk naar die koffer. Ik denk, wat? Nee, man. Alright, boys. We gaan nog één stapje verder. Nog verder. Ik hou het allemaal niet meer bij, joh. Jij bent de laatste die een kaart heeft. Zou je hem eens bij kunnen pakken? En dan mag je hem nu ergens in dit spel terugsteken. En ik ga jouw kaart nu tot slot op een hele bijzondere wijze proberen te achterhalen. Bij 3, let op. 1, 2, 3. Zou jij die fles champagne eens willen pakken? Kijk! Ik was aan het kijken naar die kaart op de grond. Hij zegt, kijk even naar die champagnefles. Hoe ik kijk, ik zie hem gewoon in die fles. Niet eens onder. Hij is erin, bro. Je denkt eerst van ongelooflijk. Maar dan denk je gelijk van hoe dan? Wat heb ik gemist? Of dan ga je nadenken van ja, het is, ja die man is zo'n gekke illusionist. Ja, het is...
Ja, echt, man, fuck.